Welkom bij onze derde vlog alweer. Hoi Anne. Hallo. Ik ben even aan het autorijden. Ik zie je. Vandaag gaan we naar de Tafelberg. Dat is het eerste wat we gaan doen. We klimmen en we gaan af met de kabelbaan. Wij zijn vet sportief. En daarna gaan we uit eten. Anne, heb je er zin in? Yes. Woehoe. We hebben lekker getoerd. De Kaapstad. De Table Mountain. Hierin? Ja. Yeah. We zijn goed. TomTom doet goed. TomTom luistert naar ons. Eindelijk. Fijne dag hier, TomTommetje. Lekker stappen naar de Tafelberg. Ja, dit stukje moet er nog een stuk. Leuk! Nou, we hebben even een cool plekje opgezocht. Het is echt, dus echt pittig om deze tijd de Tafelberg te beklimmen. Warm. En we hebben ook nog een beetje een stijlpad uitgekozen. Maar wel leuk. Ik zal even laten zien wat het uitzicht is. Echt mooi. Kleur, die zit lekker in de schaduw. Van de bomen. Dat vind ik zo mooi. Alles oké. Nou, we staan nu bij het karretje hier naar boven. We hebben echt zo'n 3,5 boven rondgedold. Elke keer hetzelfde verkeerde pad genomen. Het zijn zeker wel de 3-4 ja. Bomen naar boven. We waren echt bijna bovenaan, maar we konden gewoon echt niet meer. We wisten het pad niet meer. We zijn teruggelopen en nu gaan we met de kabelbaan omhoog en terug. Want als je ons hoofd niet ziet, is het echt helemaal gaaf. We waren echt zo dit is gewoon echt een avontuur op zich. Dat is gewoon echt. Het kan niet meer. Maar ik ben helemaal kapot, man. We zijn echt nog nooit zo blij geweest dat we op een berg zijn. Ja, dan heb je wel gewoon dit uitzicht. Look at this. Kijk als dat. Dit is een wow. Prachtige uitzicht. Ik had het zo gedaan. Nee, dank je. Zoiets. Even zonnebrand insmeren. Ik ben echt rood, jongen. Kijk. Hallo. Cutie booty. Ik moest het even filmen, ik vond het doempje zo schattig. Het is een kaart, dan kan je maar zien hoe de kaart eruit ziet. En hier staat ook aangegeven hoe ver Amsterdam is. Het is gewoon vet ver. Moskou, Damascus, Addis Abeba. Echt gaaf. Nou. Wij zijn net klaar met onze rondleiding door Elkana Childcare. Dat is, daar gaan we dus werken met kinderen, activiteiten met ze doen, sporten, allerlei dingen. En wat is je indruk, Lydia? Nou, ik vond het wel heftig. Er zijn wel echt kamers dat het gewoon onhygiënisch. Ja, je rookt overal de urinelucht. Ja. Het was niet gewoon overal, was de grond vies en de muren waren vies en heel veel dingen waren kapot. En ik heb en er zijn ook gewoon heel veel kinderen. Na schoolse opvang? 100 kinderen. In één zo'n klein lokaaltje. Ik snap niet goed hoe ik dat gewoon moet zien, hoe het eruit ziet. Maar... Het is wel echt bijen had. En die verhalen die je dan hoort over kinderen die dan, als ze 3 jaar oud zijn, al seksueel zijn misbruikt, dat is gewoon, ja, dat doet gewoon pijn. Dat ja. Ik denk, ja, hoe kun je die kinderen hier nou gaan helpen in die 3,5 maanden dat we hier zijn, hoe kun je hun dan, ja, ik vind het echt moeilijk.
gaan ons best doen en we gaan gewoon voor de kinderen zijn. En, ja? Zorgen voor alles steeds wat we kunnen geven. Goedemorgen. Dit is toch een heerlijke manier om wakker te worden. Wil jij even dit pakken? Goedemorgen deze morgen. Lekker ontbijt in de zon. Met Lydia. En we gaan zo twee uur rijden naar Betty's Bay. Betty's Bay. Daar hebben ze pingwings op het strand. En als het goed is bij de locatie aankomen, dan kunnen we pingwings gaan spotten. Ik vind het echt lijp. Kito op je voorhoofd. Wat?
wilden heel veel dingen doen en eigenlijk alles viel in het water. We zijn naar Betty's Bay geweest, we hebben penguins gezien, dat was echt leuk. Maar daarna wilden we gaan haaien, shark diving in Simon Bay. Alleen toen we contact opnamen met die mensen daar, zeiden ze dat het niet goed seizoen was. Dus we moesten dan verwachten of we moesten naar een andere plaats. Maar die, ja, dat was echt 2 uur rijden nog, dus dat, ja, dat hebben we besloten om niet te doen. En toen wilden we naar Robbeneiland, voor de gevangenis van Nelson Mandela. En toen waren we daar eindelijk aangekomen, de auto geparkeerd en heen gelopen. En toen bleek dus dat het te hard waaide, waardoor de boot niet naar Robbeneiland vaarde deze dag. En toen hebben we maar gewoon daar lekker milkshake gehad. Hè? Ja. En op het terrasje gezeten en naar de mensen gekeken, dat was wel leuk. Genoten van de zon en ja, dit is... We zijn nu bij IJzerfontein. Het is echt een mooi strand, maar het moet heel koud zijn. Ik ga er gewoon in duiken. Ik ga het proberen. You can do it! Lydia, kom maar. We hebben gewoon een privéstrand. We liggen hier allebei. Gewoon niemand. Het is een backpackers, backpackers bed and breakfast soort van. We hebben de hele tijd gezocht, maar we hebben het gevonden. Want we gaan zo meteen een beetje uit in Stellenbosch. Leuk, het zijn allemaal studenten hier. Dus we gaan een beetje mensen leren kennen en een beetje gezellig zijn. Frankjes doen. En we hebben besloten, omdat we dus wijn gaan drinken, gaan we niet meer terugrijden naar Malmesbury. Het kost echt geen drol hier. Nee. 10 euro per nacht. Daar kun je echt niks van zeggen. En ze slapen hier in mooie bedjes. En ideaal. Het is echt dicht bij de stad. Dus we hebben mooi gedaan. Doei! Vandaag is het zondag. En we zijn vanochtend naar de kerk geweest. Het was een mooie dienst. En nu gaan we lekker braaien met Magne en Marita. Dus we gaan salade klaarmaken. En dan gaan we lekker vleesjes bakken en lekker opeten. Leuk! Zin in! Hey. Ja? En ik knip mijn spek met Marita. Zijn we alle weg? Ja. Dit is de kos. Goedie. Kos schaar. Lekker. Marita, wat gaan we maken? We gaan broccoli salade. Broccoli salade. Lekker spekjes. Ja. En hier hebben we broccoli. Heerlijk, vandaag hebben ze het zwembad losgemaakt. En we hebben net gebraaid. Nou ja, officieel. Mag het zwembad hier niet. Ja, moet het zwembad hier bedekt zijn in verband met de hitte. Nou, ze hebben al meer dan een jaar het zwembad bedekt gehad. En nu heeft ze hem dus losgemaakt, zodat ze hem kan schoonmaken. En daarom kunnen wij nu ongeveer een weekje van genieten en erin zwemmen. Dat vind ik echt lijp. Echt lijp. Ex blij. We hebben net heerlijk gebraaid. Lamspies. Heel lekker. En zoete aardappel. Dat doen ze hier patat. Zonder boter. En ze eten met zoute boter. Oh. Lekker. Maar de braai was wel heel lekker. Nou. Dank. Opnieuw. Kat. Hallo lieve kijkers. Leuk dat jullie hebben gekeken. En tot de volgende vlog. Doei. Doei.